Applaus voor Sigvard Sklaver, dirigent vanavond van het Grote Omroepkoor. En we horen hen, ze staan nu op, in de drie geestelijke gezangen van Alfred Schnittke.
Applaus voor het Grote Omroepkoor onder leiding van Sigvard Sklava. In 1999 werd hij onderscheiden met de Grand Prix of Music voor zijn interpretatie van de muziek van de componist die net klonk, Alfred Schnittke. We hoorden zijn drie geestelijke gezangen, gecomponeerd in 1983. En we horen het Grote Omroepkoor nu in de meest recente compositie op het programma van vanavond, namelijk Triodion.
Zo klonk Triodion van Arvo Pärt. En applaus hier voor het Groot Omroepkoor. En uit dat koor sopraan Anitra Jellema. Zij kreeg net de bloemen. Het geheel onder leiding van Sigvard Klava. Triodion, gecomponeerd in 1998 door Pärt. Drie ode. Als eerste hoorde u een zetting van het Jezusgebed. Daarna een gebed tot Maria, de moeder van God. En als derde ode hoorde u het aanroepen van de heilige Sint-Nicolaas. Het wiegelied van Tchaikovsky in een transcriptie van Rachmaninoff, gespeeld door pianist Simon Trpceski. Inmiddels is de pauze hier in de Jacobikerk Hartje Utrecht voorbij. De mensen zijn weer naar hun plaatsen gegaan, in dit geval de kerkbanken. En ondertussen komt het Groot Omroepkoor weer terug. En u bent ook weer op Radio 4 terug bij dit trosconcert van de Vrijdag van Vredenburg. Gezet door het Groot Omroepkoor onder leiding van Sigvard Klava met Russische koormuziek. En zometeen horen we De Nachtwaken uit 1915 van Sergei Rachmaninoff. Het werk dat eigenlijk ten onrechte de Vespers wordt genoemd. Want De Nachtwaken bestaat uit meer dan alleen de Vespers, de avondgezangen. Namelijk de Vespers en de Metten, gezangen voor in de vroege ochtend. De Nachtwaken werd in de Russisch-Orthodoxe Kerk oorspronkelijk gevierd na zonsondergang op de zaterdag tot 9 uur 's morgens op zondag. En die lange viering werd aan het einde van de 19e eeuw ingekort tot ongeveer 3 uur. Rachmaninoff componeerde zijn Nachtwaken opus 37 in een enorme vaart in maar 2 weken tijd, januari, februari 1915. Voor hij eraan begon, leed hij aan een writer's block, gedeprimeerd als hij was door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Componeren kon hij niet meer, maar virtuoos piano spelen nog wel en dat deed hij ook om het moreel van de Russische troepen te versterken. Maar uiteindelijk sloegen de depressie en lethargie om in een stormachtige scheppingsdrang met dit koorwerk als resultaat. Volgens Rachmaninoff zelf zijn beste werk. Het werk dat hem ook het meest na aan het hart lag. Hij sprak zelfs de wens uit dat het vijfde deel, het Nunc Dimittis, op zijn begrafenis zou worden uitgevoerd. De Nachtwaken combineert 3 soorten traditionele kerkelijke zangkunst die uit de oudste school van de Russisch-Orthodoxe traditie, het zogenoemde Jameni-gezang, dat teruggaat tot het middeleeuwse Byzantium, daarnaast muziek uit de Grieks-Orthodoxe traditie en uit de Oekraïnse traditie. En die traditionele stijlen had Rachmaninoff intensief bestudeerd met muzikoloog en kerkmuziekexpert Stepan Spolensky, aan wie Rachmaninoff zijn Nachtwaken ook zou opdragen. De eerste uitvoering van De Nachtwaken door een mannenkoor was tijdens een liefdadigheidsconcert ten bate van de oorlogsslachtoffers in Moskou, maart 1915. Het was een sensatie die het publiek, de critici en de componist rillingen bezorgde. En wij gaan horen of wij ook rillingen zullen krijgen bij De Nachtwaken van Sergei Rachmaninoff, het Groot Omroepkoor onder leiding van Sigvard Klava. Thank you.
applaus voor het grote omroepkoor onder leiding van Sigvard Sklava. Zij deden ons geloven in deze Utrechtse Jacobikerk. Geloven dat we vanavond in een Russische basiliek zaten. En daar werden ondergedompeld in deze prachtige muziek van Sergei Rachmaninov. Zijn nachtwaken opus 37 worden we. 6 vespergezangen voor de late avond en 9 gezangen voor de mette. De vroege ochtend, reis van donker naar licht. Muziek die Rachmaninov in 1915 componeerde. Hoogtepunt van een rijke Russisch-orthodoxe liturgie. Het grote omroepkoor dus, onder leiding van de Letse dirigent Sigvard Sklava. En ook helemaal aan het begin van die nachtwaken hoorden we de alt Pierrette de Zwaan uit dat groot omroepkoor. En inmiddels heeft zij ook een bos bloemen ontvangen. En daar komt Sigvard Sklava nogmaals terug, wijst naar het koor. En het koor neemt al buigend het applaus in ontvangst dat nog even aanzwelt. U hoort het hier in de Jacobikerk in Utrecht. Prachtig concert. Ja, met deze nachtwaken werd het concert in de Jacobikerk besloten. Ze had al een mooie avond gewijd aan Russische koormuziek. Schnitke, Pert en Rachmaninov. En naarmate de avond vorderde zag ik hier vanaf het orgel steeds meer mensen het programmaboekje maar wegleggen om zich heerlijk over te geven, te laten onderdompelen in deze muziek. En natuurlijk geholpen door de prachtige akoestiek en de architectuur van deze kerk. Ik denk een concert dat nog lang naklinkt en nagalmt hier in deze gotische gewelven. En nu was er live bij. Het was namelijk het concert in de serie De Vrijdag van Vredenburg vanuit, ik zeg het nogmaals een keer, die Jacobikerk in Utrecht. Vanavond verzorgd door de TROS in samenwerking met de AVRO, de NTR, het muziekcentrum van de Omroep en Radio 4. En het koor neemt weer een aanzwellend applaus in ontvangst. Dat heeft de solist van voor de pauze, Anitra Jellema, neemt ook nog een buiging in ontvangst. We hoorden haar in Triodion in van Arvo Pärt. En het publiek staat inmiddels opgestaan uit de kerkbanken. En nu was het dus vanavond live bij hier op Radio 4.